en hoe, hè? Ja. Je hebt niet uitgekeken, ja. Valt het weer aan. Ik dacht naar de minuut, naar de vrouw. Ik heb wel een gebruiksaanwijzing nodig, denk ik, hierbij, want ik snap nog niet helemaal... Dat denk ik ook, Stegel. Ik weet niet wat jij nu in je handen hebt, maar het weet Daan Bolder van Braingeneers ongetwijfeld wel. Daan, welkom. Wat heeft Stegel in zijn handen en wat moet hij daarmee doen? Dat is een EEG-headset, consumenteneditie. Hij moet wel op mijn hoofd. Hij moet op mijn hoofd en hij meet hersengolven vanaf de schedel. Vroeger misschien werd bekend waar het van de badmutsen met 90 draden eruit en sensoren. Dat is tegenwoordig voor basisinzicht teruggebracht tot een zogenaamde wearable. Hij moet op het hoofd inderdaad. Dit stukje achter het oor. Oké. Ja, en die twee aan de voorkant. Ja, dat is hem. Zoiets? Ja. Yeah. Oké, dan heeft hij dit op zijn hoofd. En wat kunnen jullie of wat kun je daar dan mee? De EEG, die leest dus de elektrische lading. Is dat leuk? Ja, is dat heel mooi. Prachtig. Ja. Kan je Durgen dan wel mee aankomen van de week? Ja. Van de schedel. En daarmee zijn we in staat om bepaalde emoties in te kaderen. Dus we kunnen bijvoorbeeld frustratie, opwinding, aandacht daarmee uitlezen uit de hersenen. Dat is een consumenteneditie. Meer voor de leuk, zeg ik altijd maar. Wordt ook wel eens in yogaklasjes gebruikt om de mentale rust in te kaderen. Voor onderzoek gebruiken we nog een iets uitgebreidere dan deze. Heeft iets meer sensoren, kunnen we iets meer mee inkaderen. Ja, waar gebruiken jullie dit voor? Want je bent van Braingeneers. Ja, Braingeneers. Wat doen jullie? Wij doen neuromarketingonderzoek. Ja. In basis maken wij de onbewuste klantbeleving inzichtelijk. Van commerciële communicatie. En voornamelijk zijn dat, wat we nu doen, websites en tv-commercials. Maar ook offline belevingen. Dus als voorbeeld voor Transavia onderzoeken we ook de vluchtbeleving. Dus wordt een vlucht ervaren. Waar zitten de stressmomenten? Wat geeft frustratie? Dus dan vraag je aan mensen, oké, je gaat nu op vakantie, zet dit ding op. En wij monitoren wat er door je hoofd gaat. Ja, het zijn wel altijd participanten die we gebruiken die goedkeuring daarvoor geven. Want we hebben het natuurlijk over hersendata en dat is privéinformatie. Voor Transavia inderdaad hebben we dan voor Transavia toevallig in het vliegtuig niet deze gebruikt. Want deze werkt met Bluetooth en dat mocht niet in het vliegtuig. Ja. Dus dan gebruiken we andere methodiek met helppadjes. Dat is een sticker. Dat is dit dingetje. Ja. Die plakken we op de huid. En daarmee kunnen we zweetafgifte, ademhaling, hartslag. Om bijvoorbeeld stress in te kaderen. Wat voor een vluchtbeleving in dit onderzoek van belang was. Maar laat even bij die vlucht blijven. We pakken straks nog een paar andere voorbeelden. Want je doet heel veel verschillende dingen. Het eindresultaat van die vlucht, wat heeft Transavia daaraan? Want ik denk van oké, die stressbeleving, ik snap het, weet je, dat vliegtuig, we hebben wat turbulentie, ja. Ik heb last van stressbeleving. Ja. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld van hoe bleef zoelen. Er zijn bepaalde inzichten die we vanuit klantperspectief niet altijd kunnen delen. Maar een leuk moment is bijvoorbeeld dat een half uur voor landen, dat een piloot omroept van we gaan bijna landen. Dat is vaak voor passagiers een moment. Om nog even snel naar de wc te gaan, voor de stewardess een moment om alles op te ruimen. En uit onze meting bleek dus dat een enorm stressmoment is. Dan kan je als Transavia dus denken van misschien moet ik dat of eerder of later op een ander moment omroepen. Wat ons doel is, is een holistisch beeld te schetsen van hoe wordt zo'n vlucht beleefd. Wat zijn momenten die stress geven of andere effecten. Transavia heeft ook andere doelen nog in het vliegtuig. Ja, ik wilde zeggen, ons doel, je werkt gewoon in opdracht. Dus wat was in dit geval het doel van je opdrachtgever? Ja, Transavia, dit was dan een onderzoek om echt de vluchtbeleving in te kaderen. En daar kwamen de stressmomenten, het was echt een stressonderzoek. Oké, dus echt gericht op waar liggen, dat was de onderzoeksvraag. Ja. Waar liggen de stressmomenten met het idee dat je daar dan wat aan zou kunnen doen? Ja, en er zijn ook, daar kwamen ook andere dingen naar boven. Bijvoorbeeld een bepaald percentage van passagiers die daadwerkelijk walging ervaren kwam naar boven. Dan kunnen we verder onderzoeken van waardoor komt dat, waardoor wordt dat veroorzaakt. En is er vaak in de psychologie al veel bekend over effecten van hoe kan je dat wegnemen. Dus stress is een voorbeeld van schoonmaken, ontstrest. Algemeen bekend in het vliegtuig krijg je altijd van die warme doekjes om jezelf schoon te maken. Dus niet alleen om jezelf schoon te maken, maar ook om je iets tot rust te brengen. Dus dat soort dingen worden daarvoor ingezet om de vluchtbeleving te verbeteren.
Ja, laten we nog even een ander voorbeeld doen voordat we wat over de... Een andere klant die ik zag op jullie website is RTL. Wat doen jullie bijvoorbeeld voor hun? Voor RTL hebben we tv-onderzoek gedaan. Het laatste was met kerst. All You Need Is Love. Echt het hele programma doorgemeten. We hebben participanten gehad die één voor één in ons lab hier beneden de show gaan kijken. Met een EEG deze op hun hoofd. Een eye-tracker voor de tv om te kijken waar ze naar kijken. En dan kunnen we het hele programma inkaderen waar opwinding of waar aandacht zit. Voor RTL, ook voor de sponsorelementen in het programma, komen die over? Welke associaties worden er in het geheugen vastgelegd? Maar ook voor de editors, welke scènes slaan aan? Waar ligt engagement hoog? Ik zie bijvoorbeeld dat als engagement hoog ligt, dat er ook meer tweets uitgaan. Dus dat soort effecten komen dan naar boven. En wat heeft dat uiteindelijk, zeg maar in dit geval, voor gevolgen? Wordt het programma, past men het programma aan? Wat doet men met die informatie? Ja, nou, en deels is het voor sponsoren. Halen die de waarde eruit? Zijn er andere momenten waar misschien sponsormogelijkheden liggen? Wat de editors en directors ermee doen in programma-aanpassing, dat is me niet bekend. Nee. Dat gaan we volgend jaar zien. Maar in theorie zijn er zeker significante uitkomsten uit dat bepaalde scènes die het beter doen dan andere. Ja. Er staat een heel aantal partijen waar voor jullie werken. ING, BEN, Auping zie ik staan. Wat vind jij zelf een mooi voorbeeld van die klanten waar je trots op bent? Wat laat zien wat de kracht is van wat jullie doen en wat jullie kunnen? Ja, we zijn... De grootste klanten die we hebben zijn Vodafone en Transavia. Vooral Transavia is niet zozeer trots op mezelf, maar vindt vooral knap hoe zij klantbeleving echt centraal stellen. Over de gehele journey, vanaf dat je een ticket zoekt tot aan dat je terugkomt van vakantie. Brengen ze alle punten in kaart, meten ze de beleving door. En zij hebben ook echt in kaart intern, als wij die beleving over de gehele journey weten te verhogen, dan zien ze ook die omzet meestijgen. Wij worden dan ingeschakeld op verschillende gebieden, dus onder andere tv-reclame, maar ook vluchtbeleving in de website. Vodafone is juist de klant waar we echt heel erg nauw betrokken zijn met hun online afdeling. Waar we echt wekelijks usability testen uitvoeren. Die inzichten worden ook gelijk meegenomen in optimalisaties. En echt om de beleving van die site te verbeteren. Ons doel is ook om de beleving voor consumenten te verbeteren. Wat weer uitmondt in betere conversies voor Vodafone in dit geval. Ja, ik heb eigenlijk twee prangende vragen. De eerste je laat een paar van die headsets zien en die zetten mensen dan op en dan ga je allemaal heel vergaande conclusies uittrekken. Ik hoor je allemaal verhalen vertellen. Dan denk je, hoe kom je nou van een elektrisch stroompje in mijn hersenen via zo'n plastic dingetje, consumentendingetje, naar dit soort vergaande conclusies? Dat is vraag 1. En vraag 2. Wat voegt dan die neuromarketing, want zo heet dit, toe aan wat we eigenlijk allemaal al lang wisten? Je kunt mensen ook gewoon observeren, ondervragen, et cetera. Ik begin met vraag 2. Vraag 1 wordt lang. Dan dwingen we je tot een korte versie. Oké, begin met vraag 2. Ja, prima. Ja. Bekend van boek als Kahneman is dat we twee hersendelen hebben. Het systeem 1 wordt dat genoemd. En dat is het snelle deel, het reptiele brein waar je genot zit, impulsief handelen. Dus bijvoorbeeld het is een impliciete handeling. Neem bijvoorbeeld autorijden. Daar denk je niet over na. Het is best wel complex, maar je doet het automatisch. En juist op het moment als ik je ga vragen van leg eens uit hoe je moet autorijden, dan wordt het complex. Dan wordt het lastig. Het zit zo in je systeem dat automatisch gaat. En dat is de onbewuste beleving. Zo zijn er ook een heleboel onderzoeken geweest die aantonen dat je die invloeden eigenlijk niet terug kan halen. Zo'n mooi onderzoek was van de Hartstichting. Collectanten met een shirtje met een Lacoste logo erop en collectanten zonder een Lacoste logo. Kan ik me herinneren, het onderzoek? Significant verschil. Ja, twee keer zoveel met Lacoste logo, twee keer zoveel geld ophalen. Zou je dat observeren en terugvragen aan een persoon die geld geeft? Van waarom heeft u €5 gegeven? Gaat hij niet zeggen, ik wilde eigenlijk €2,50 geven, maar ik zag een Lacoste logo, dus... Dus dat zijn processen die onbewust invloeden, kunnen mensen niet terughalen. En hetzelfde geldt met autorijden, als je het hardop moet zeggen hoe je het moet doen. Terwijl je auto rijdt, dan sta je waarschijnlijk tegen een boom. We maken met hersenmeting juist die onbewuste dingen inzichtelijk. Terwijl andere marketinginzichten, interview, focusgroepen, vragenlijsten werken juist op het bewuste brein. Oké, duidelijk. En hoe werkt het?
Hoe het werkt, ja. En dan de korte versie, ja. Ja, dat snap ik allemaal. Maar... Die meet dus van verschillende hersengebieden elektrische afgifte. Nou, we hebben het over big data. Dat zijn echt enorme datahoeveelheden die eruit komen. Dankzij ontwikkelde algoritmes kunnen we daar nu bepaalde emoties uithalen. Ja, en die apparaten hebben jullie niet gemaakt. Dus is die technologie dan... weet je, die algoritmes die gebruiken jullie gewoon van leveranciers? Of doen jullie daar zelf ook wat ja, in? Ja, dus we hebben zelf een datateam die dus juist de algoritmes ontwikkelen. Dus hoe meer onderzoek we doen... Krijg je ruwe data uit? Ja. Uit die dingen? Ja, dus okay. Ruwe EEG-data. Daarbij zijn er in communities wel zijn verschillende partijen bezig om zoveel mogelijk in te kaderen. Universiteiten ook. Dus dat is echt een stuk wat nu echt gaande is dankzij de technologische ontwikkeling, dat het kan om zulke hoeveelheden data daar correlaties in te ontdekken. En zo kunnen we dus steeds meer inkaderen en eigenlijk staan we pas aan het begin. Ja, want gaat dat hard, ontwikkeling? Best. Dat, er zijn nu een paar partijen die daar goed in zijn, maar het zijn zeer specifieke profielen die je daarvoor nodig hebt. Een combinatie van neurologen met artificial intelligence. Om te valideren van, als wij zeggen van het is deze emotie die we meten, of dit effect, moet ook gevalideerd worden natuurlijk. Dus daar is zeer veel onderzoek voor nodig om dat echt te valideren. En Johan Schaap vraagt, hoe weet je dat een stroompje hoort bij een emotie? Het is natuurlijk een vraag, tenminste ik zeg niet dat Johan een leek is, maar ik zou diezelfde vraag hebben. Dat durf ik niet te zeggen. Weet je, maar probeer dat nog eens duidelijker te maken. Jij zet al die dingen op mijn hoofd. En weet jij dat links voor een bepaald type... Precies, ja, en dan in combinatie met anderen weer, dat als we weten, nou, eerst die dan die. Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik niet de neuropsycholoog ben van ons team. Maar dat is inderdaad in basis hoe het werkt. Dus verschillende hersengebieden die actief zijn. En die activiteit in bepaalde relaties zijn een bepaald... Ja, het heet dan officieel niet emotie, maar een affect. Officieel gezien noemen wij het emotie. Ik blijf het wel waanzinnig. Ik vind het echt waanzinnig interessant. Wat ik wel lastig vind, want jullie noemen jezelf ook weer een neuromarketing bedrijf. Dat het dan altijd gelijk over marketing moet gaan. Weet je, in potentie is het natuurlijk een fantastisch apparaat om het voor het individu allemaal beter, aangenamer en plezieriger te maken. Maar jullie kiezen er dan gelijk weer voor om dat ten dienste te stellen van de adverteerders van RTL, van de commerciële vliegmaatschappijen die ons meer tickets willen verkopen. Waarom heb je niet gezegd, ik ga hiermee... Het bestaat al 60 jaar. Ik ga voor Stekel werken of voor Airblow. Het wordt al 60 jaar in klinische setting gebruikt, de EEG. Ja, als je ziek bent. Ja. En wij zijn juist... Niet als je gezond en happy bent. Nee, en wij denken juist... Maar waarom help je mij niet om mijn leven te verbeteren? Waarom doe je dat dan weer bij... Ja, daar zijn er andere partijen voor. Maar het is een keuze. Ik vraag je naar de reden. Wij willen de communicatie verbeteren tussen bedrijven en de consument of de klant. Ja. Dus we richten ons wel op verbeteren. En dat is ook een verbetering, ook voor jou persoonlijk. Als websites prettiger werken, minder frustrerend zijn. Wij vinden het juist heel interessant. Ja, maar dan ga je mij doormeten en vervolgens het bedrijf helpen om daar gebruik van te maken. Je zou ook het bedrijf door kunnen meten, zodat ze beter antwoorden op mijn vragen. Ja, nou dat zijn ook dus de frustratiepunten die we bij jouw meting naar boven krijgen. Die communiceren we naar het bedrijf, zeggen van nou deze en deze dingen die vallen niet zo goed bij je consument. Dus adviseren we het bedrijf juist om dingen te verbeteren voor jou. Het is onze... keus geweest of origineel natuurlijk, omdat het heel interessant is van hoe werkt commerciële communicatie en welke onbewuste effecten spelen daarin. Maar vind je het raar dat doordat jullie zo nadrukkelijk kiezen voor die marketing commerciële invalshoek, dat ik het een beetje creepy vind? Dat ik denk van ja, moet dat nou allemaal weer? Weet je, dat tot op mijn hersenstroompjes de commercie gebruik wil maken van wat ik denk, voel, noem maar op. Terwijl als het gewoon gebruikt zou worden... In mijn belang, in het algemeen belang, en dat is wat anders dan commercieel belang, vind ik het fantastisch. Ja, ja ik deels mee eens. Er is een behoorlijke ethische discussie ook rond neuromarketing. Dus van hoe ver gaat het? En wij zijn een onderzoeksbureau, dus wij brengen een beleving in kaart. Wij creëren niet. Maar je hebt ook bureaus die inderdaad daarin echt creëren. Met van hoe spreken we het onbewust aan? Dat is natuurlijk iets wat de geweldige marketeers en de Don Drapers van de wereld al uit zichzelf konden. Die hadden daar geen apparatuur voor nodig.
Wij kunnen het nu staven of het inderdaad wat de creative bedenkt, of dat inderdaad zo werkt en zo aanslaat op genotsgebieden in de hersenen. Dus het is een zekerheid voor bedrijven. Wat kunnen jullie nog niet wat je wel zou willen kunnen? Hoe ver? Je zegt, het bestaat al heel erg lang. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, het is ook een heel slim marketingding geweest om marketing aan vast te koppelen, hè, van de afgelopen jaren. Ja. Dus de vraag, wat kunnen jullie nu nog niet wat je wel zou willen kunnen? Wij zelf willen vooral meer kunnen inkaderen vanuit de hersendata. Dus echt beter begrijpen. Dus even mijn vraag, is inkaderen, is dat een vak? Jij hebt het zeker over inkaderen. Weet je? Ja, dat is eigenlijk een begrip wat ik normaal gesproken eigenlijk... Anders gebruik. Anders. Is dat een term in jullie vakgebied? Blijkbaar. Ja, ja. Als ik het zo vaak gebruik. Ja, ja. Inkaderen, daar bedoel je mee kunnen verklaren. Die vele data, om daar bepaalde waardevolle elementen uit te kunnen halen. Daar zijn wij continu mee bezig. We hebben gewoon een team op zitten die dat doet. Aan de andere kant zijn we bezig om de manier van onderzoek toegankelijker te maken. Dus voor meer bedrijven, meer onderzoek. We merken gewoon dat er een hoop fout gaat in communicatie tussen bedrijven en klanten. En een hoop websites niet werken zoals je als klant zou willen. Dus we zien nog een hoop terrein daar. Ja, dan even over jullie bedrijf. Je zei, we hebben een onderzoeksteam. Je hebt een paar prominente klanten. Hoe lang bestaan jullie al? Officieel gestart in 2013. Zo'n anderhalf jaar echt actief geweest met de ontwikkeling van de methodiek. Te valideren met universiteiten. Ik denk sinds begin 2015 echt actief de markt op gegaan. Dat is eigenlijk heel kort. Ja. Nee, het was een jaar geleden dat wij hier in dit kantoortje begonnen. Ja, het Freedom Lab, voor wie niet weet waar we zitten. Ja. Waar veel van innovatieve bedrijven bij elkaar zitten en proberen ook elkaars expertise te gebruiken. Ja, we merken gewoon een enorme vraag. En behalve dan de unieke inzicht is het ook het feit dat het gevalideerde data is. Dus in interviews is het altijd een soort sociale wenselijkheid in, of in andere onderzoek. Ja. Dit is gewoon gemeten vanuit de hersenen, objectief gemeten. Dus dat is het ook, als het zo beleefd wordt, dan is dat de beleving. Ja, en jullie hebben een behoorlijk team. Hoe financieren jullie het? Of zijn jullie al winstgevend? Hoe werkt dat nu? Nee, we hebben deels dus een groeiend aantal klanten. Ja. Waar we inkomsten uithalen. Daarnaast hebben we in oktober vorig jaar enkele investeerders laten toetreden. Informals waren dat, hè? Ja. Met name omdat we onze methode wilden automatiseren. Een online platform. Dus echt een online neuro-usability platform, zoals we dat noemen. Dat is nu een vergaande test. En hoe ziet dat platform er straks uit? Welk stuk kun je automatiseren en wat betekent dat dan? Koop ik simpelweg een paar van deze dingen, zet ik die op de hoofden van mijn publiek, zeg maar, en voer ik de data aan het systeem en krijg ik dan resultaten? Hoe werkt dat? We willen zelfs nog verder gaan. We willen dat eigenlijk een participantengroep gewoon thuis de beschikking heeft over een volledige testsetup. Dus een computer, een EEG-scanner en een eye-tracker. Dat ze ook dus thuis in natuurlijke setting testen kunnen doen. De data komt binnen via het stukje software wat we hebben geschreven. Wordt verwerkt in een platform en in een mooie rapportage online beschikbaar voor onze klanten. Oké, even wat dingen van Twitter. Edgar Muit, Egert op Twitter, die geeft zich heel vrijwillig op als proefpersoon. Die wil graag met zijn ding op gaan lopen, want hij reist dagelijks met de trein en denkt dat daar interessante data uit gaat komen. Zoals Johan Schaap reageert op Twitter, hij zal wel behoorlijk gefrustreerd zijn, denk ik. Maar ook nog een vraag van Edgar. Die zegt, nu meten jullie, maar kunnen jullie straks ook sturen met die headset? Zit daar straks ook de verkeerde andere kant op? Het is niet ons doel, maar we hebben ooit, zeker onze onderzoekers intern, die vinden dat soort apparatuur natuurlijk helemaal geweldig. En alle soorten zijn gadgets voor onze neuroonderzoekers, zou ik maar zeggen. Ja, ze zijn er al wel, hè, de apparaten waarmee je... Een helmpje inderdaad op de markt gekomen. Nou, wat ik zei, van ze worden wel eens gebruikt voor yoga, om die mentale rust. Mentale rust is goed inzichtelijk te maken. En er is nu ook één die zegt dat ook terug te kunnen stralen, zeg maar. Dus echt een soort mentale rust te kunnen creëren.
Volgens mij heeft een collega van me er eentje aangeschaft. Dus ik ben heel benieuwd of dat inderdaad zo werkt. Ja, wat vind je van zo'n ontwikkeling? Ja, ik ben zelf altijd... Ik vind altijd dat alle ontwikkelingen in ieder geval in een proefmodel moeten kunnen. Het is meer van hoe wordt het ingezet. En datzelfde geldt ook voor neuromarketing, waar we natuurlijk zelf onderdeel van zijn. Mag de ethische discussie wel altijd gevoerd worden? En je merkt wel dat dat verschuift over tijd. Wat mensen accepteren als vormen. Ik weet ook zelf nog maar heel vroeger niet eens een fotootje online van mezelf wilde. Dat echt niet kon. Terwijl ja, nu er genoeg concepten zijn die erop gebaseerd zijn. Dus je ziet ook dat het vaak tijd kost om dingen geaccepteerd te krijgen. Dus echt een marketing inzicht. Ja, eerst was het je kliks en Google Analytics wat niet kon. En nu is dan je brein effecten wat... Ja, natuurlijk, dat schuift nog even over de setting waarin jullie dit soort metingen doen in jullie lab. Johan Schaap die zegt, naar aanleiding van dat jij zegt, het is objectieve data. Hij zegt, ja, als mensen in zo'n lab situatie zitten, reageren ze toch anders? Hoe kun je dat eruit filteren? Ja. Hoe werkt dat? Ja, nou, we kijken vooral naar, hangt van het onderzoek af naar welke effecten we kijken. Dat kan samenhangen met of de juiste participanten die de juiste motivaties hebben, want dat speelt natuurlijk ook mee. Ook een voorbeeld is, we zaten dus eerst hier tegenover Artis. Dan wilde er nog wel eens een raar geluid van een wolf of iets voorbij komen. Dus ja, dat merkten we ook gelijk in de data, zie je dat dan terug. Dat mensen toch afvragen, wat is dat voor onherkenbaar geluid? Huh? Dus wij proberen wel de setting natuurgetrouw te krijgen. Daar willen we ook toe naar echte participanten thuis. Wij motiveren ook de participanten vergoeding te geven. Dan hebben ze een motivatie om een taak succesvol te volbrengen. Dat is echt de motivatie die thuis ook hebt. Je wil succesvol bijvoorbeeld een Vodafone website een telefoon uitzoeken. Ja. Dus die opdracht geven participanten mee. En daarmee krijgen we wel de knelpunten die die taak belemmeren goed in beeld. En door jullie analyseren die grote hoeveelheden data die dit soort dingen genereren... Ja. Je claimt dat je dan daarmee heel veel kunt zeggen over de emoties van mensen en gevoelens. Maar er zijn toch ook dingen die je gewoon niet kunt meten? Wat mis je allemaal? Weet je dat überhaupt? De motivatie. Het is altijd zo, we zeggen altijd bij conversie, afhankelijk van ook je motivatie. Dus hoeveel, wij meten dan voor online bijvoorbeeld, is frustratie een belangrijke factor. Dus Edgar in de trein, dat wordt wel wat, zeg maar. Dat wordt zeker, ja. En we doen ook veel in vervoer, OV-bureau bijvoorbeeld gedaan. Kijken we ook naar andere factoren. We hebben een boxje ontwikkeld die optreksnelheid, geluid, dus allemaal andere factoren ook meeneemt. Proberen we echt op het tijdsbeeld, die leg je op een tijdlijn en dan zoek je correlaties. Ja. Wat zijn echt de effecten die invloed hebben op zo'n beleving? Nou, voor treinen weten we waarschijnlijk allemaal wel wat voorbeelden te bedenken die daar effect op hebben. Maar het is ook goed om dat echt goed in te onderzoeken. Hè. En hoeveel effect heeft het nu en waar moet nu echt wat aan gebeuren om die beleving snel te verbeteren? Wat is dit voor ding? Nou, mag deze ook even doen, maar zo direct in ieder geval de vraag van Maxicano. Die zegt, wanneer en hoe kunnen online bedrijven gebruik gaan maken van jullie nieuwe platform? En de vraag daarbij is, wat gaat dat kosten? Hoe ver staan jullie met de uitrol of de ontwikkeling van het platform? Het type onderzoek, dus neuro-usability onderzoek, dat doen we dus nu al een jaar. Nu projectmatig. Dus je kan al bij ons terecht voor dit soort onderzoek. Het platform is nu in testfase met twee klanten. Het platform is echt voor bedrijven die veel usability testing doen. En we zoeken nu nog 3 tot 5 andere bedrijven kunnen ook capaciteit nog erbij aansluiten. Ja. Dat ben jij een irritatiefactor aan het meeste steken? De eye tribe. Dus ik denk het zal iets met je ogen te maken hebben. Ja. En we hopen Q1 het echt open te stellen voor iedereen. Ja, ja. Oh, dan al. Dus het is een afzienbare tijd. Het is gewoon klaar en werkend. Het moet nog even een sexy jasje krijgen, zou ik maar zeggen, met een mooi... Maar dan, dan is het zeg maar volgend jaar. Kijk, één ding is dat mensen zo'n ding opzetten, data genereren. Maar het belangrijkste is natuurlijk ook welke vraag stel je. Ja. Wat betekent, weet je, jij zegt van die data is objectief. Maar ja, daarna komt pas de interpretatie natuurlijk. Dus data is één ding. Ja. Maar daar kun je nog van alles anders mee. Ik snap dat, ik zou dat ook willen. Iedereen wil een platform, iedereen wil een schaalbaar iets maken. Maar er komt waarschijnlijk nog heel veel bij kijken tussen data ophalen
data-analyse en conclusies trekken. Hoe, ja. hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het zit al met de participantwerving, dus de goede targetgroeps als participanten krijgen, ja. afname. Dus we doen onderzoek toch met deze helm. Nou is die inderdaad nog zelf op te zetten. Maar deze moeten we toch nog elk puntje nat maken en vraagt toch nog echt een onderzoeker om op je hoofd te zetten. Ja. Dus de participanten komen nu dus ook nog naar kantoor daarvoor. Ja, die worden eerst eigenlijk, die worden eigenlijk eerst zelf opgeleid om dat weer thuis goed te doen. Schaalbaarheid doen we het, wat ik zeg, gelimiteerd en rustig aan. Ja. Dus echt gecontroleerd. En, qua doelgroepen werven we echt participanten op doelgroepen die voor de betreffende klant relevant zijn. Ja, wat is jullie ambitie dan? Want je gaat zo'n platform oprichten, neem ik aan, om wereldleider op dit gebied te worden. Ja, dat is de droom. Ja. De ambitie is wel een gedegen groei daarin te realiseren. En vooral om ook in die neuromarketingwereld een bepaalde naam te creëren. En ook in de ethiek daaromheen te zorgen dat neuromarketing echt als onderdeel van marketing geaccepteerd wordt. Hey, Edgar Muit zit nog steeds te kijken. Die sluit zich bij mij aan. Super interessant, maar toepassingen voor een mooier of beter leven, bijvoorbeeld leren, opvoeden, heeft wel zijn voorkeur in vergelijking met de marketing. Daar hebben we het net al over gehad. Wat is dit? Dat is een eye tracker. Die meet oogbewegingen. Dus eigenlijk waar je naar kijkt. Ja. Nou, dat koppelen we dus aan de EEG-data. Zo kunnen we zien waar kijk je naar en wat voor effect geeft dat. Oké. Die leg je op een tijdlijn en je kijkt wat die verschillende dus dingen op. Het is echt een referentiepunt. Ja. Om nog even op de tweet terug te keren. We hebben ooit ook een mooie campagne gedaan voor Veiligheid NL. Juist om de bewustwording te creëren van waar kinderen toe aangetrokken worden. Ze hebben schoonmaakmiddelen getest tegenover speelgoed. Bleek dat schoonmaakmiddelen eigenlijk net zo attractief zijn om mee te spelen als speelgoed. Waar de schoonmaakmiddelen altijd onder het grootste in kastje zijn. Dus dat is een heel leuk reclamefilmpje geworden wat echt op tv is uitgezonden. Dus ook op die manier, hoewel het een marketingonderzoek is, want het gaat om een voorkeursonderzoek onder kinderen, kan het wel degelijk bijdragen in de betere wereld. Ja. Maar wij we zijn niet de prachtig, duurzaam, sustainable. Nee, dat is niet waar jullie voor. Nee, maar dat hoeft ook niet altijd. Nee. Daar ben ik heel eerlijk in. We willen wel communicatie verbeteren. Dus de relatie, bedrijf, consument verbeteren. Hey, ga jij nou thuis, ga je zo'n ding binnenkort opzetten en ga je ze dan een beetje helpen? Want jouw brein lijkt me op zich wel interessant om eens door te mijden. Dat zou ik op zich zelf ook wel interessant vinden. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Tijdens een uitzending en eens kijken van... Oh, dat is wel een leuk experiment. Zullen we dat een keer doen? Dat lijkt me sowieso leuk. Ze zitten hier in het pand. Ja, kunnen we gewoon. Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Maar dan wil ik er wel bij hebben. Blom is nu geïrriteerd als jij, weet je wel. Ja, precies. Zit hij met is geïrriteerd. Want Stekel zit, weet ik wel, iets anders te doen. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja, dat is wel een mooie toegevoegde. En dan maken we een app bij en dan kan je thuis gewoon eigenlijk de stekelfactor, stekeluitslag krijgen. Ja, nou, helemaal als je het real-time zou kunnen doen. Ja. Dat zou helemaal, ja, moeten we even gaan kijken hoe we dat gaan inrichten, maar in theorie kan dat. Ja, we hadden op een gegeven moment in de sport met de verslaggeving en de vastlegging daarvan, had je ook van die camera's die op oogbollen in je iris ook emoties konden meten. Ja. Althans, dat claimden ze. En dan hadden we een toepassing bedacht om in de bullseye van een dartboard zo'n speldgaatje naar zo'n camera achter te zetten, dat je echt het oog van die spelen kon zien, dat je dan de stresslevelmeter in beeld kon brengen. Ja. Dat zijn natuurlijk wel hele leuke toepassingen. Ja, ik vind het mooi, we hebben dat heel vaak dan. Dus we hebben over de technologie en wat er mogelijk is, dat er weer dicht concepten uitkomen. We hebben zelf ook de EK-finale, hebben we gewoon met zo'n ding opgekeken. Dus te kijken van als we nou zonder te filteren, gewoon alle momenten van hoge aandacht of engagement gewoon automatisch eruit knippen, hebben we dan een correcte samenvatting. Ja, dat is leuk. En? Ja, het was nogal saaie finale. Dus hij was kort gebeuren. Ja, dat is ook goed, hoor. Ja, ja, maar dat stond op zich. We hebben Ronaldo even zien huilen en dat was het zo'n beetje. Ja. Ja. Oké, nou hartstikke spannend. Nou goed, we hebben een vervolgafspraak. Ja, super man. Hartstikke bedankt. Heel erg interessant. Jullie bedankt nu voor, als je live kijkt, voor het kijken, als je on-demand kijkt. Natuurlijk ook. We danken de sponsoren. 2ML die ervoor zorgt dat onze website gehost wordt. Dat je live kan meekijken. Dat komt door Streamzilla uit Groningen. Biertjes drinken wij dankzij Bier & Co.
De Palm is misschien... Nee, die is niet via hun. Nee, maar, dat vindt dus, maar dat vindt hij niet erg. Dat vindt hij helemaal niet erg. Nee. Rick, Rick vergeeft ons dat vast en zeker. Ben ik er dan? Heb ik dan voldoende? Jij vorige week zo nee, goed... Nee. Je vergeet Freedom Lab. Heel goed. Maar ik was hier, dit is mijn eerste uitzending hier, hè, dus ik moet daar even aan wennen. En Freedom Lab natuurlijk, want we zenden uit vanuit Amsterdam. Het pand van Freedom Lab. Oké, tot zover. Volgende week dinsdag zijn wij live weer, zoals iedere week, vanaf 9 uur bij je. Dankjewel. Dag.